De laatste jaren hebben we meer last van roofvogels. Door, ja, er worden geen pesticiden meer gebruikt. De vogelbescherming ja, is heel actief bezig. Eigenlijk alles komt ten gunste van de roofvogel. Nou, hier in Nederland hebben we heel veel werkgroepen van roofvogels, waaronder de slechtvalkenwerkgroep, de oerwerkgroep, kerkuilenwerkgroep. Eigenlijk van alle soorten roofvogels heb je al een werkgroep. Er worden nestkasten gemaakt. Je hebt speciale organisaties van beleefde lente. Dan kun je dus via de webcams kun je dus heel wat proces volgen. Nou, dan hebben we te maken met de slechtvalk. Nou, dat is een echte opportunist. Zal zijn prooi van bovenaf slaan. Dat doet hij door middel van een stoep. Hij zal de eerste keer zal hij proberen de duif echt op de rug te raken. Omdat een duif heeft echt een millimeter dunne rug. Daar zal hij hem stoten. En de tweede keer dan bindt hij hem. En dan, ja, dan heeft dat beestje zijn rug gebroken. En dan heeft hij geen schijn van kans meer. En ja, de slechtvalk heeft eigenlijk alleen maar kans van bovenaf. Want via de zijkant of via achtervolging is een duif hem gewoon veel te snel af. Kijk, in een stootvlucht zeg maar, haalt hij 385 km per uur. Ja, dan moet een duif wel heel alert zijn, wil hij dat doorhebben. En dan hebben we natuurlijk de Europese havik. Nou, dat zijn ja, de bekendste moordenaars zeg maar, voor de duiven. Want die jagen vanuit bossage. Zijn minder angstig dan bijvoorbeeld de slechtvalk. Ja, is echt een vogel van de lage vlucht. Dat wil zeggen dat hij echt door de bomen jaagt. Heel behendig. Ja, een brede staart waar hij heel goed mee kan sturen. En is echt verrassend voor de duiven. Nou, dan hebben we ook nog de sperwer. Daar hebben we eigenlijk op dit ogenblik niet zoveel last van. Af en toe in de winter. Maar is niet noemenswaardig dat hij heel veel duiven van ons pakt. Nou, dan hebben we de Europese oer in Nederland. Nou, daar gaat het nu de laatste jaren ook steeds beter mee. Nou, dat zijn echt schema-actieve vogels. Daar jagen ze ook op. Moeten het ook vooral hebben van duiven. Duiven staan op het dagelijks menu van deze vogel. Wat die doet is, zeg maar, zodra de duiven gaan rusten die de weg bijvoorbeeld kwijt zijn, ja, die plukt hij zo van de daken af. De trigger van de natuur, ja, dat zijn de equinoxen. Zodra die aanbreken, dan gaat eigenlijk alles gebeuren. Dan komen de kikkers uit de blubber, trekvogels komen allemaal terug. Want ja, het is maar een half jaar de tijd om een nest groot te brengen. Zodra het begin april is, ja, dan barst eigenlijk alles los. En dat is eigenlijk ook, ja, dat alle trekvogels die komen dan gewoon terug. Zeg maar, zodra ze onder de 13 uur licht komen, zeg maar, dan komen ze vanuit van Afrika, van andere continenten. Zodra het daar onder de 13 uur licht is, komen ze hier naartoe. Want dan gaan wij er natuurlijk boven. En dat is voor hun een teken dat de hormonen gaan werken. Ja, alles gaat het gewoon, dan moet het gewoon gaan gebeuren. Nou, dan hebben we de slechtvalken. Nou, dat is natuurlijk ook een groot probleem voor ons. Ja, de broedseizoen begint iets eerder. Dus ja, zodra wij de duiven gaan uitwennen, dan is hij zeg maar goed actief. Die beginnen in maart beginnen ze al te broeden. En dan heb je zeg maar rond ja, in mei zoiets, begin juni, gaan de jongen uitvliegen. En dan is het ook goed opletten met jongen zeg maar, die nog niet ja, die net op de vleugels gaan. Oude duiven zullen ze moeilijker kunnen pakken vanwege een goede conditie. Nou, wij postduifliefhebbers hebben nog een groot probleem van de havik. Wij beginnen natuurlijk in april, begint ons duivenseizoen. Duiven zijn natuurlijk nog niet veel buiten geweest, weinig conditie erop. Een havik zijn broedseizoen gaat dan juist starten. Dus ja, die vogel is in topconditie, onze duiven nog niet. Dus ja, daar valt enorme winst in te halen. Want zodra zeg maar, het broedseizoen begint, kiest een vrouw kiest het nest uit. Het nest wordt goedgekeurd. Die man zeg maar, die moet continu gaan jagen om prooien aan te leveren. Daarvan bepaalt zij zeg maar, het legselgrootte wat zij gaat doen om te kijken hoeveel jongens groot kan brengen.
Elke keer als je man zeg maar, een prooi vangt en aanlevert, mag hij copuleren. Dus dat is zijn trigger, zeg maar, dat hij echt, ja, je moet het zien, zo zien dat het een beloning is voor hem. Dus ja, hij is helemaal door het dol heen. Precies in de periode dat wij beginnen met ons duivenseizoen. En ja, ik denk dat we daar wel heel veel winst op kunnen boeken door dat anders te gaan doen. Nou, dan heb je zeg maar, de maanden dat die vogels zitten broeden. Nou, dat is voor hun de rustperiode. De vrouw, zeg maar, die komt zoveel procent aan in gewicht. Dus ja, tijdens het broedseizoen zal ze ook weinig eten. Af en toe dat de man iets aanlevert. Ondertussen heb je natuurlijk ook veel jonge vogeltjes. Die net uit het ei zijn, eendjes, kleine vogeltjes. En daar gaat hij voor, want dat is een makkelijke prooi. Onze duiven zijn in de conditie. Dan heb je er gewoon veel minder last van. Nou, dan heb je een periode, zeg maar, in juli. Dat de jonge haviken, ja, die zijn groot. Die gaan uitvliegen. Nou, die moeten dus op eigen benen staan. Nou, in het begin zal dat nogal gaan, omdat ja, hij moet alles leren van zijn moeder. Nou, die gaat hem dus leren jagen. Al het jonge grut, dat is tegenwoordig iets groter. Grotere eenden, grotere prooien. Dus ja, er is ja, plenty of food, zeg maar. En nou ja, dan op een gegeven moment, als een vogel zeg maar 20 weken oud is, dan wordt hij door de ouders wordt hij verstoten. Van ja, het is nu tijd om op eigen benen te gaan staan. Ja, dat is precies bij ons, zeg maar, september, oktober. Ja, dan komen de rode haviken, zeg maar, echt op eigen benen te staan. En dan kan het een probleem zijn voor echt, als je er last van hebt, dan is het ook echt een probleem. Als je het niet op anticipeert.